Hij moest en zou gaan skiën, want dat heeft hij, had hij natuurlijk nooit gedaan. En hij is verslaafd aan de sneeuw. Opnieuw een hartelijk welkom bij Ron Reizen, dag 4 alweer. En nog steeds de gast Lucille Werner, presentatrice. Lucille, we waren gisteren aan het skiën. Ja, en dat doen we nu weer, hè? Want gaan we nu weer doen. Toen was je zoon nog niet mee en nu wel. En nu wel. En dat vond hij geweldig. Dat vond hij echt werkelijk fantastisch. Hij moest en zou gaan skiën, want dat heeft hij, had hij natuurlijk nooit gedaan. En hij is verslaafd aan de sneeuw. En dit was ook een hele mooie plek in St. Anton. Ja, en je ziet hier het mannetje met zijn medaille om. Want na een week skiën was hij de kampioen. Heel goed. En was hij de eerste, was hij de snelste. Maar ja, dat heb je met al die kinderen natuurlijk in Oostenrijk. Die gaan als een dolle die berg af en die denken helemaal nergens aan. Nee. Dus als ik dit kopje zie met die medaille, denk ik, ach, wat een heerlijk mannetje is het toch ook. Ja. En waarom koos je nu voor St. Anton am Arlberg? Ja, omdat het, heel eerlijk gezegd, dat bleek een gebied te zijn waar je vrij eenvoudige bergen hebt en vrij eenvoudige afdalingen. Ja. En ik dacht, ja, die kleine die wil gaan skiën, maar ja, wat moet ik nou eigenlijk dan? Ik had ook begrepen dat daar ook voor mensen met een handicap meer mogelijkheden waren. Dus ik dacht, laat ik het eens proberen. En toen heb ik ook nog wel een paar keer echt wel geprobeerd om die latten te pakken. Maar ik vond het allemaal zo vermoeiend worden. En die benen die werden daar echt na een paar bochtjes al helemaal moe van. Ja. En ik ontdekte daar een skischool waar je ook fietsjes had. En toen is mijn liefde, kijk hier zie je het, voor de skifiets ontstaan. En wat moet ik me daarbij voorstellen? Dat is een zitje en een stuurtje en twee skietjes erop? Ja, voor mij is het vrij moeilijk om de bochtjes te maken met de benen. Dus om bij te sturen met de benen. Dus nu heb je een stuurtje. Dus dan stuur je eigenlijk als het ware de kant op waar je naartoe wil. Ja, het klinkt veel idealer dan de praktijk is. Want zo werkt het niet. Nee, maar zo werkt het niet helemaal. Het is nogal wat werk ook om dit zo te doen. Maar je hebt wel aan je voeten hele korte skietjes. Maar ja, aan je skischoenen. Aan je skischoenen, ja. Oh, dus je bent eigenlijk in balans, want je hebt in het midden dus een skietje en nog twee aan de buitenkant. Je bent eigenlijk heb je de fiets is een soort van monoski. Ja. En dan aan je skischoenen heb je ook nog twee skietjes. Ja. Ja, en je hebt dat stuurtje. Ik bedoel, ik moest het gewoon hebben van dat stuurtje. Ik denk, ik hoef nou niet meer helemaal het gewicht op die ene voet en op de andere te doen. Maar ik ga gewoon lekker sturen. Maar Ron, dan ga je voor het eerst je bergje af. Ja. Dan denk je, joh, ik hoef alleen maar te sturen. Ja. En ik ben wel vrij motorisch aangelegd. Ik hou van een bepaalde snelheid in een auto, in een boot en dat soort dingen. Dus ik dacht, daar ga ik. Hoppatee. Maar het blijft ongelooflijk sturen en glad en je gewicht erin gooien. Dus op een gegeven moment heb ik de volgende dag maar een skileraar erbij gevraagd van, joh, breng mij het kunstje toch eens eventjes onder de knie. Want hoe rem je dan met zo'n ding? Nou, toch door je stuur de kant van de berg op te draaien. Oh, ja. Dus het is niet remmen met je, want daar zit de kracht natuurlijk niet. Het is niet remmen met je benen. Okay. Maar remmen door de techniek van dit fietsje. Ja. En dat vind ik wel het goede van Oostenrijk. Het is natuurlijk een land waar iedereen naartoe gaat om te skiën. Maar je ontdekt steeds meer dat de grotere skischolen in Oostenrijk gewoon ook rekening houden met mensen die die niet kunnen skiën of niet meer kunnen skiën. Nee. Of het nou is door een vorm van beperking of door dat je wat ouder wordt. Ja, dat is natuurlijk toch te prijzen. Ja, zeker. Maar als jij dan op vakantie gaat, kijk je daar dan ook naar vanwege jouw lichamelijke beperking? Als ik ga skiën of op wintersport ga. Ja. Maar andere landen niet. Gewoon zomervakantie en dat soort dingen. Dat maakt niet uit. Maar nou moet ik je ook wel zeggen dat ook zo'n fietsje. Kijk, ik vind een windsport leuk vanwege de bergen en lekker fondue. En omdat vooral mijn gezin daar zo ongelooflijk van geniet. Maar ja, de helft van de tijd kan ik ook gewoon leuk door een dorpje heen wandelen. Ja, ja. Dus dat vind ik ook ongelooflijk leuk. De sfeer gewoon, vind ik. De sfeer, En daarom met name de sfeer die jou aantrekt. Nou ja, en dit hotel aan Dorfplaats in St. Anton, moest je kijken hoe leuk het eruit ziet ook. Ja. Ja, daar haal ik dan misschien wel meer mijn plezier uit dan echt op een piste te staan. Dat doe je sowieso met hotels natuurlijk. Maar we zien een glaasje wijn. Ja, kijk, mijn zoontje die heet Angel. Ja. En wij vierden daar oud en nieuw. En op een gegeven moment kwam ze daar met de wijnkaart. Dat was in een van de hotels aan de overkant van waar wij zaten. En daar kwam ineens Purple Angel. En
paars is toch wel eigenlijk mijn favoriete kleur. Ja. En Angel is natuurlijk mijn grote liefde. Dus die twee kwamen daar samen op die wijnfles. En hij was niet te betalen. Ik denk dat deze wijnfles inderdaad toch wel met oud en nuw een eurotje of, nou, ik denk wel 80 euro is geweest. Ja. En ik heb hem ook nog, want hij moest natuurlijk mee, ja, van die kleine. Ja. Want zijn naam staat op de wijn, dus hij heeft zijn eigen wijn, roept hij nou ook. Maar geen idee ook of dit nou een goede wijn is of niet een goede wijn is. Maar het signaal, het gebaar was mooi. Maar ga je dit jaar nog skiën dan? Nee, ik denk niet dat dat er nog in zit. Nee. Laat ik maar even gaan. Okay. En ik heb ook geen gezeur nu erover, dus dat is ook goed. Dus dan laten we het maar even zo. We zeggen niks. Ik zeg het. Dankjewel, Lucille. Graag voor nu. Gedaan. Morgen de laatste dag. Ja. Ik ben heel benieuwd waar je ons dan weer naar mee naartoe neemt. Graag tot morgen weer.